300 kilometer fietsen door de bergen en de rijstvelden van Vietnam voor het goede doel. Dat kan natuurlijk alleen een plan zijn van deze Zwollenaar. Ik ben Marijn de Vries en ik ben een wielrenster. In maart 2016 maakt Plan Nederland een reis van naar een aantal van haar projecten in Vietnam. En jij kunt mee. Lang niet alle meisjes op deze wereld hebben de mogelijkheid om hun dromen, hoe klein die soms ook zijn, waar te maken. In Vietnam bijvoorbeeld. Fietsen kun je leren. Ik ben er het levende bewijs van. Ben jij een sportieve en ondernemende vrouw en hou je wel van een uitdaging? Schrijf je dan nu in voor Cycle for Girls van Plan Nederland en verander het leven van de meisjes in Vietnam. En dan zorg ik ervoor dat jij er in maart klaar voor bent. Nou, Marijn de Vries uit Zwolle, welkom. Ja, dankjewel. Hoeveel mensen hebben zich ingeschreven uiteindelijk? Er zijn zelfs 2 reizen gekomen. De eerste reis gaan er 25 mee. We vertrekken zondag en ik ga zelf ook mee. En dan is er nog een reis in april. Volgens mij zijn dat er 20. Ja. En allemaal voor Plan Nederland? Ja. Voor jonge dames in Vietnam? Ja. Waarom dat doel? Nou, in Vietnam, met name in het noorden, is het toch best wel arm. Ik bedoel, er zijn veel mensen die gaan op vakantie naar Vietnam. Het is een prachtig land. Maar echt in de armste gebieden, daar komen niet zoveel toeristen. En je ziet dat daar meisjes en jonge vrouwen best nog wel achtergesteld worden en gediscrimineerd. Als ze op de arbeidsmarkt komen, is het risico heel groot te terechtkomen in de seksindustrie. Wat in die landen toch best wel speelt. Extreem is, hè? Mensenhandel. Ja. En wij hebben allemaal geld ingezameld om ervoor te zorgen dat die meisjes in ieder geval weerbaarder worden. Maar ook goed onderwijs krijgen. We hebben allemaal, alle 25 deelnemsters, een sponsorkind geadopteerd. Wat vroeger volgens de Parents Plan was. Oh, dus ja. Die ondersteunen wij voor een bepaalde tijd. En voor de rest van het bedrag krijgen jonge vrouwen extra scholing en trajecten richting de arbeidsmarkt. Zodat ze in ieder geval daar iets kunnen doen waar ze voldoende mee verdienen om van te kunnen leven. En dat allemaal op de fiets? En dat allemaal op de fiets. Waarom de fiets? Ja, jij bent een profielrenster, dus jij kan wel fietsen. Maar al die andere dames die je meeneemt, niet echt, toch? Nee, dus dat is ook wel een enorme uitdaging. En dat is ook echt aan deze reis gekoppeld. Het is natuurlijk wel heel tof om zo'n uitdaging aan te gaan. Dus het is een reis van 10 dagen. En in die 10 dagen gaan 4 dagen fietsen. 300 kilometer. Dat is voor jou appeltje eitje natuurlijk. Ja, maar er zijn dus ook vrouwen bij die hebben nog helemaal nooit gefietst. Of tenminste niet toen ze hiermee begonnen. Dus voor hen is dat wel iets heel anders. Maar tijdens de fietstocht gaan we de projecten bezoeken waar het geld naartoe gaat. Dus het is wel een prachtige manier om het land te zien. En heel duidelijk om daar langs te gaan. Ja, ja, dan weet je gewoon zelf waar je je geld voor hebt ingezameld. Een van de dames die met jou meegaat in jouw kielzog is Miss Lipgloss. Ja. Een beauty dame. Ja. Nou, laten we even kijken naar haar videoboodschap die ze achterliet. Hey, ik kan vandaag helaas niet in de studio aanwezig zijn, want ik op dit moment net land vanuit Peru. En ik ga natuurlijk zondag weer naar Vietnam, dus ik ging het niet redden. Maar ik ben hier om alvast wat te vertellen over mijn fietsavontuur, over ons fietsavontuur. Ik vind het zelf een heel mooi doel, omdat, weet je, die meisjes zijn daar geboren. Ze hebben nou eenmaal de pech dat ze daar geboren zijn, dat ze daar weinig kansen hebben, dat ze ook weinig toekomstvisie hebben. En ik vind het heel erg mooi dat dit doel de communities gaat helpen met hele simpele dingen die voor hun zo belangrijk zijn. Toen kwam natuurlijk het hele ding dat ik moest gaan fietsen. Ik had nog nooit op een racefiets gezeten. Ik dacht sowieso niet echt dat ik het leuk zou vinden. Ik was niet echt een sportief persoon. Ik zag mezelf helemaal niet als iemand die met heel veel plezier 3 keer in de week op een racefiets zou zitten. Dus toen ik het aanbod kreeg van Plan, toen heb ik eigenlijk meteen Marijn ge-sms'd van oké, kan ik dit? Wat denk jij hiervan? Kun je me helpen? Oh, kan ik dit? En hoe ja, staat ze ervoor? Ja, ze kan het echt hartstikke goed. Ja, het is echt fantastisch. Ik wist ook wel, want ik weet van Cynthia dat ze superveel wandelt. Zou het heel erg van buiten zijn. Dus ik zei ook steeds tegen haar, dit ga je echt zo leuk vinden. Want op de fiets dan wordt je bereik natuurlijk nog veel groter. En je leert je omgeving op een heel andere manier kennen. Dus jullie hebben allemaal rondjes om Zwolle gefietst. Ja, we hebben allemaal rondjes gefietst. En in maar het begin ja, was het zit dan wel zo'n ja, beetje een poppetje dame ja. Natuurlijk wel. Want dat is ze. Is echt ja. Een dame van de make-up en van de mooie kleren en dergelijke. Ja. En die zet je dan ineens in zo'n apenpakje op een fiets. Nou, kijk, ze heeft wel een mooie kleren make-up, maar het is absoluut geen tutje. Nee, stoere tante dus. Stoere tante, dus ze zit vol in de make-up onder de modder op de fiets. Fantastisch. En het was gewoon in het begin heel grappig met die klikpedalen en die bandjes. En hoe kan ik dit wel? Maar je ziet heel snel met fietsen dat als iemand als eerste tochtje gemaakt heeft, dan gaat het eigenlijk veel beter dan je denkt. En ze was meteen helemaal verkocht. En nu vindt ze het heerlijk om op de fiets te stappen. En die conditie? Ja, conditie is fantastisch. Ja, nou ja, dat wordt voor haar fluitend ook in Vietnam 300 kilometer. Je neemt ook nog een aantal andere dames mee. Wat is hun niveau?
Zit niveauverschil in, maar het is natuurlijk geen wedstrijd en willen vrouwen ook genieten van het mooie land. Er wordt wel in twee groepjes gefietst, dus een iets snellere groep, iets langzamere groep. En ja, als er dames zijn die het niet helemaal vol kunnen houden, kunnen ze ook wel een stukje met de auto. Oh, oké. Okay. Ja. Dus dat is heel duidelijk. Hoe is het eigenlijk met jou? Want jij bent, nou ja, kort geleden gestopt als profielrenster. Daarna ben je geopereerd aan je heup. Maar je fietst wel weer 300 kilometer door Vietnam. Hoe gaat het dan? Ja, mee? Het gaat echt supergoed. Ja, het is echt, nou ja, wel bijna het beste wat me is overkomen de afgelopen jaren, die nieuwe heup. Dat klinkt echt heel suf misschien, maar... Waarom? Omdat je geen pijn meer hebt? Ja, ik heb de afgelopen jaren heel veel pijn gehad. Vooral met lopen. En mijn revalidatie is fantastisch gegaan. Ik fiets nu weer net zoveel en net zo hard als dat ik deed. Ik heb nergens last van en was toch wel een beetje bang van, ja, zal het allemaal wel goed gaan? Maar ja, het is nu 4 maanden geleden en ik voel er helemaal niets van. En dus je kan eigenlijk gewoon zo weer terug naar het profpeloton? Er zijn meer mensen die dat zeggen, maar ik heb er geen zin meer in. Nee? Nee, gewoon lekker toeren, lekker dit soort dingen doen. En ja, daar is het ook gewoon niet tijd voor. En door Vietnam reizen? Ja. Oké. Wanneer vertrekken jullie, zijn zondag? Zondagochtend, 10 uur, verzamelen op Schiphol. Ja. Oké, en dan een week later ongeveer, of hoe lang? Tien dagen. Tien dagen. Nou, ik wens je ongelooflijk veel succes. Dankjewel. En een hele mooie tocht. Komt vast goed.